Goedemiddag en welkom bij Joert. Bij de ING in Ljouwert rijdt ze zeker 120 mensen naar baan kwijt. Dat verwacht het vakbond CNV. Het bankconcern had Joert onkundige landelijk zo'n 2200 banen te schrassen. Bij de ING-vestiging in Ljouwert werk je op dit stuit zo'n 2300 mensen. 1200 ervan ben invested changed. En daarmee is de bank een van de grootste werkjouwers van Friesland. Nevens de bank wordt het mes vooral in de administratieve en ICT-afdeling zet. De reorganisatie is zo nodig wijzen om ter heel tijd minder bankproducten, zoals hypotheken, verkocht worden. Ja, dat betreft met name verwacht ik bij de flexkrachten, dat zijn de mensen die de callcentra bemannen, dat daar het nodige ingrepen vindt. En ja, en hoe de hele linie eigenlijk binnen Lauwe. Dus ik had er toch wel rekening mee dat ik wel rond het 10% onder personeelsreductie plak vinden zal. Einde semana, maar duidelijk worden hoeveel ING-medewerkers precies in Lauwe die in krijgen. Het Friese Geer is van een beetje net onwezig bij de ontbleding van het kunstwerk dat ontdekken aan het Hinsterdrama bij Marm. Het is precies 4 violin dat 200 troch wetter in Slettenhinders rijden waren door een groep Amazones. 20 hinders zullen met het drama net. Er is nog heel tijd een discussie over de vraag waar verantwoordelijk wie en wat krijgt de rol van loon-eigenaar het Friese Geer weer. Daarom hebben ze besloten om net te komen. Initiatiefnemer, Warsbelang Marm Westernijtsjerk, vindt dat spietig. Het kunstwerk werd ontleerd door een deputaire Janne Wietske de Vries. Bij de bouw van een droogtoer bij een zuivelfabriek Friesland Campina in Ljouwert is van de morgen een man om het lippen kwam. Slachtoffer wie een meiwerker van een bouwbedrijf. De man kwam op het fabrieksterrein onder een stiel plaat te lanen. Hij rekende er toch zwier verwoenen. Helpdiensten en een traumahelikopter wie een gouden plak. De man is ons in verwoenings verstoren. De arbeidsinspectie docht naar onderzoek naar de correcte oorzaak van het bedrijfsongeluk. De binnenjoet zelfstraffen van Saan en Njoggenierenske, het zijn 12 wolvengeesters, die het vrienden een rige oerval pleegt ha. De tredder vertochten, een jongen van 16, jette een eersk van Ingeniercel. Het trio tussen de 16 en 20 jaar oud zou snackbaar zien oud scoort en stjimwik oervallen ha. Op het dat als een effe justitie ont twaketa een man uit een auto lutsen om hem te beroven. Dat gebeurde op het Jereveen en op het Gediek. Daarbij wat zwier geweld broekt. Het geweld wat werd gehanteerd was vooral dat er gebruik werd gemaakt van messen. Waaronder één grote kapmes. Ik heb dat hier bij mij, mevrouw de voorzitter, als stuk ook van overtuiging. Dit is een mes wat later werd aangetroffen op aanwijzing van een van de verdachten. Dank u wel. Van de opromdij die de politie Friesland sneun had om nog iepensteende zaken voor te werken, binnen geen duizend, maar nog maar 100 zaken. De achterstand is volle minder groot worden. Het gaat vooral om onjeftes van inbraken of mishandelings, dat de politie nog net onttakkaam is, omdat orenzaken voorrang hierne. De politie tocht jedde dat er wel haast duizend zaken op de plank lijnen. Die achterstand is intussen voortwerken ont nog maar 100. De politie zal nog even extra haar en bijs dienen. Voor een gedeelte zal het laatste gebeuren, dat mensen echt daadwerkelijk harder gaan lopen omdat je aandacht geeft aan zo'n zaak. Maar wat net zo belangrijk is, is dat je het afgelopen half jaar hebt nagedacht over hoe kun je nou plankzaken op een veel slimmere manier aanpakken dan we het nu toe ooit gedaan hebben. Zijn er nieuwe methodes? Is er een nieuwe aanpak? Bij Else zaken zien het vooral besjoen wat er nog regelen we de mast. Maar zo'n 30 mensen kan de politie nou sneuren de dossiers in één keer aanroenen. De Friese studenten Francine Ikema uit Ljouwert had haar plan om een demonstratie te houden sinds het uitzetten van asielzieker Mauro uitsteld. Ikema wie van doel om no sneun op het Malieveld in Den Haag een grote demonstratie te organiseren. Dagjarige Mauro uit Angola mij nu eerst een studievisum onvreetje. En dat takkend wordt, dan kan Mauro voor eerst in Nederland blijven. Ikema wil nu afwachten of Mauro zijn visum onvreegt. Morgen moet reëntieter Sven Kramer echt zijn litte wetten zit. Hij oren hier onwijzigend smakken te zien comeback op het NK Oostan. Sven Kramer is van de morgen in Tialf om zijn laatste trainingsrondjes uit te werken voor zijn rentree. Hij zet alles op alles om de titel weer om te krijgen. De concurrentie is er intussen net minder op worden. Ja, en een goed Jan Blokhuis en Wout Olbeheuvel van Koeverwijk met een kick wel heel sterk. Dus ja, die vlak die absoluut natuurlijk. Maar ja, die jongens van BAM die doen het hartstikke goed. En, ja, het is alleen maar mooi. Hoe grutter en breder het field en hoeveel meer kwaliteit op die 5 kilometer, ja, des te mooier. Het NK begint morgen om 4 uur, maar de 5 kilometer voor de morgen. En dan nog het waar. Van juni vannacht is de loft beroen en zakken de temperatuur naar 1 graad of 12. Bol zit er een krachtige zuideerste wind. Monier dan is de loft eerst echt nog beroen, maar letter dan breekt de zinnen terug en wordt het dan 16 graden. De krachtige zuideerste wind die neemt middags flink in kracht aan.
En bij het wapen van Eindkamp van Dissejoerd. Meer Friesknees op omroepfriesland.nl en op zijn zoeren in een Nijjoerd. Graag ontal.